Hi, welkom. Welkom bij nog een video van Wetboek. Zoals je weet, in deze serie video geef ik je al een beeld hoe je met bepaalde wetboeken moet omgaan. In deze video ga ik het wetboek voor strafprocesrecht met je bespreken. Laten we maar beginnen. In de andere video heb ik aangegeven dat je onderscheid moet maken tussen strafprocesrecht en strafrecht. En bij strafrecht, daarin staan alle delict of strafbare feiten omschreven en dat met welke straf. Dus dat kan je allemaal vinden in een wetboek van strafrecht. En bij procesrecht gaat het puur om het proces zelf. Dus met andere woorden, als je gearresteerd bent, hoe gaat zo'n proces verder? Wat mag het OM en wat mag OM wel of niet doen? En wanneer ga je naar rechten en wat kan je bij rechten doen als je niet eens bent met een uitspraak van de rechter? Dus in dit geval bespreken we niet strafrecht. Maar we spreken gewoon strafprocesrecht. Dus laten we maar beginnen. We gaan even een wetboek kijken en vervolgens ga ik je een aantal voorbeelden geven. We gaan even naar Google wat type strafprocesrecht. Of strafvordering, kan ook. En bij strafvordering, daar vinden we de regels die te maken hebben met strafprocesrecht zelf. Dus zo zie je wetboek van strafvordering. En dan zie je, het is ook hier is opgebouwd uit verschillende boeken. Dus je hebt boek 1, 2, 3... enzovoort. Elke boek heeft zijn eigen onderwerp, maar voor ons is in dit geval boek 1 van belang. En bij boek 1 vind je vaak de algemene bepalingen, maar daar vind je ook hoe een proces eruit ziet. In boek 1 vind je omschrijving van de verdachte, bijvoorbeeld wat zijn de rechten en plichten van een verdachte en wat mag de OM wel of niet doen bij een verdachte en hoe zit het met de raadsman, slachtoffer, wat zijn de rechten en plichten en ook met deskundigen. Als je deskundigen wordt ingeschakeld, wat mag wel en wat mag niet. Naast de omschrijving van al die begrippen vind je ook de bevoegdheden van de OM. Wat gaat de OM wel of niet doen? En als de OM klaar is met zijn of haar onderzoek, dan wordt het zaak voorgelegd bij rechten. En aan de hand van rechten wordt bepaald of je wel of niet moet zitten of niet. Of je wel een strafbare feit hebt gepleegd of niet. En de regels hiervan en hoe zo'n proces in elkaar zit, vind je gewoon in boek 2, dus strafvordering met eerste aanleg. Soms kom je bij politierecht, dat zijn vaak van die simpele zaken. En soms kom je bij een rechtbank, daar heb je 3 rechten of meer. Dus dat zijn vaak van die complexe zaken. Dus die regels hiervan, of hoe de proces in elkaar zit, dat kan je gewoon hier lezen bij boek 2. Dus lees het maar gewoon even door. Maar hopelijk heb ik je een beeld gegeven van hoe het precies werkt en waar je de regels kan vinden. Kijk, ik ga niet alles met jou bespreken tot in details, maar ik wil je laten zien van oké, regels over bepaalde onderwerpen kan ik hier vinden en ik kan het erover lezen. En als je iets niet snapt, dan kan je gewoon de uitspraken gewoon raadplegen. Zo zie je hier, jurisprudentie zijn er 63. Je drukt erop en dan lees je soortgelijke uitspraken zodat je een beeld hebt wat er gebeurt bij een bepaalde artikel. Heb je vragen hierover of loop je ergens tegenaan? Neem gerust contact met mij op. Let op, ik ben geen strafrechtsspecialist of wat dan ook, maar ik ken wel de basis. En ik help je niet voor zover het gaat om complexe zaken. Ik verwijs je altijd door naar de juiste persoon. We zijn gekomen aan het einde van deze video. In deze video heb ik laten zien wat het verschil is tussen strafrecht en strafvordering. Of nu strafprocesrecht. Verder heb ik je laten zien waar je de regels kan vinden over bepaalde begrippen. Zoals verdachte, raadsman, deskundigheid. En ook heb ik een beeld gegeven hoe het onderzoek is van de OM. Hoe het precies werkt en wat je wel of niet mag doen. Heb je vragen hierover of loop je ergens tegenaan waarvan je denkt, hey, ik heb hulp hierbij nodig? Neem gerust contact met me op. Let op, ik ben geen strafrechtsspecialist of wat dan ook. Mocht je ergens hulp nodig hebben of wat dan ook, ik kan je altijd doorverwijzen naar de juiste persoon. Tot in de volgende video.